helpt. Ik heb helemaal geen traan gekregen. Ik voelde een heel klein beetje. Heel klein beetje branden. Ik luister gewoon. Ja, zeker. Moest je meer doen. Welkom bij weer een nieuwe video van Irma Knol. Irma Knol, dat ben ik. En ik ga met mijn volgende Coach Challenge aan de gang. Het is de zoveelste en ik vind het super leuk om te doen. En ik heb weer een hele lekkere ontdekt. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. En dat is de groentechili. En bij de groentechili heb je eigenlijk vegetarisch gehakt nodig. Daar hou ik niet van. Gert al helemaal niet. Ik heb het geprobeerd. Ik vind het niet lekker. Dus ik doe regelmatig gerechten zonder vlees en met vlees. Maar ik vind vegetarisch is voor mij persoonlijk, is dat zoiets van ja, het is het net wel en het is het net niet. En daar hou ik niet van. Dus het is wel of niet. Dus ik heb gekozen voor kip gehakt. Je hebt ook nodig, en dan moet ik even spiegelen, tortilla chips. En dat heb ik ook weggelaten. Nou, en dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten wat je daarbij doet. Want het zit namelijk niet in het pak. Verder zit er natuurlijk geen olijfolie in. Hé, hey, vergeet hem een keer niet. Dat is ook wel handig. En voor de rest, wat er wel in zit, is een peterselie. Een lekkere gele paprika. Oh, kijk eens. Oh, een rode paprika. Ook nog. 5 tomaten. Een uitje. Mijn favoriet. Knoflook, 2 teentjes. Er zitten wat kruiden bij. En een runderbouillonblokje. En ik ga hier weer de helft van doen. Omdat ik het anders weet ik zeker te zout vind. Want dit, hier zit ook altijd wel wat zout door. En aangezien ik zelf zonder zout kook, vind ik het dan een beetje te worden. Dus hier doe ik, ja, ik denk dat ik hier de helft van doe en hier de helft van. Dan vind ik het pittig genoeg. En er is nog kidneybonen. Oh, dat is lekker. Eerst gaan we de paprika in stukjes doen. Zo, dat is de gele paprika, lekkere gele paprika. Ik lees natuurlijk altijd de reacties onder de video. Iemand schreef onder de reacties, toen ik vertelde dat in een andere video, dat ik het begint te tranen van een ui, dan moet je het mes van tevoren even nat maken. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik heb hem dus even goed nat gemaakt. Het mes, dus ik ben heel benieuwd. Het helpt. Ik heb helemaal geen traan gekregen. Ik voel het heel klein beetje branden achter mijn ogen nu. Maar nou, in het begin was het helemaal niks en pas op het laatst begon een beetje te branden achter mijn ogen. Maar verder, bedankt voor de tip. Tip van de week. Tip van de week, absoluut. Dankjewel. De tomaat was afspoelen. Ah, voor mij moet het wel weer lekker zijn, toch? Ja, dat lijkt mij ook. Wat ik trouwens net niet vertelde, dat was ik dus wel weer bijna vergeten, is er zat ook weer een pepertje in. En dat is voor mij in ieder geval te heftig, zo'n pepertje. Dus die haal ik er gewoon altijd uit. En ik had hem eigenlijk al automatisch ernaast gelegd, omdat ik weet dat ik hem toch niet gebruik. Maar ja, hij zit natuurlijk wel in het pakket. En als je dus van een beetje pittiger houdt, gooi je lekker wel die peper erin. Dat is natuurlijk helemaal wat je zelf wil. Even kijken hoor, ik ben al heel ver, dus ik ga naar de volgende stap. De kidneybonen heb ik alvast laten uitlekken. Peterselie. Gaat ook allemaal in kleine stukjes. Dat gaat als het helemaal klaar is, lekker over het gerecht heen. Nou, ik denk dat dit wel goed is.
Het vuur is weer aan. Ja. Meestal doe je altijd eerst het vlees erin en dan de rest, maar dat is nu niet zo? Nee. Oké. Okay. Nou, wat hard. Oh, toch? Ja. Wat me trouwens opvalt, is dat bij al die vestpakketten, dat er haast nooit champignons in zitten. Nee, omdat heeft dat met de houdbaarheid van champignons te maken? Oké. Okay. Ja. Maar die zijn er wel, alleen dan moeten ze er een paar bij kopen. Ja, zeker. Ja. Maar voorlopig is dit denk ik wel het laatste vers recept dat ik maak. Niet zo geweldig als eerst, maar misschien komt er toch nog wel een. Ik weet het niet, we gaan het zien. Beetje afwisseling van een kookvlog, dan weer een weekvlog, vind ik ook wel heel leuk. Motorvlog. Knoflook. Die gaat er nu doorheen. En de andere volgorde is niet normaal hoor. Ja, ik zie. Maar zoals hier staat. Ik luister gewoon. Ja, zeker. Moest je meer doen. Ik wist dat je dat zou zeggen. Nou, zoals ik al zei, de helft van de kruidenmix voor je. Als die genoeg is, kan ik er altijd nog wat bij in doen. Zo, dat is ook alweer klaar. Tomatenblokjes erin. En deze liter water. Oftewel 100 milliliter. Zo. Een runderbouillonblokje. Voor mij de helft. Hutje. Het ziet er goed uit, hè? Ja, het ziet er hartstikke goed uit. Ja. Kijk eens. Het ruikt heerlijk. Het ruikt lekker en het mag 10 minuutjes zacht sudderen. 10 minuutjes gesudderd. Dit is wel echt een super makkelijk gerecht, hè? Kidneybonen erbij. Ja, eigenlijk is dit het gewoon. Even warm laten worden. Even opscheppen, een beetje peterselie erover. Dan kunnen we weer eten. Nou, dit is het. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, dit is het makkelijkste, gemakkelijkste recept. Het meest simpele recept. En daar hoorden natuurlijk eigenlijk tortilla chips bij. En daar wordt het natuurlijk wat voller van. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, dit is wel, als ik dit voor 4 personen zou moeten maken, dan zouden wij dat niet genoeg aan hebben. Maar dit is echt voor ons tweeën. Maar nogmaals, het komt ook door die tortilla chips, want die leg je natuurlijk zo'n halve zak eroverheen of zo, denk ik. En dan vult het natuurlijk wel. De finishing touch. Beetje peterselie erover. Ah, het ziet er wel lekker uit. Oh Max, wat zit je te mouwen? Perfect. Ik ben heel blij met de helft van de kruiden. Echt waar, en de helft, maar dat had ik volgens mij al gezegd. Super lekker. Gert, we gaan gauw eten. Bedankt voor het kijken weer naar deze video. Vergeet niet blauw duimpje omhoog. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Op mijn YouTube kanaal. En ik zie dat het nog steeds heel langzaam aan het groeien is. En dat vind ik super, super tof. Dus heel erg bedankt daarvoor. En weet je nog iemand die denkt van, hey, die vindt dat best wel leuk om te zien? Zeg even dat je moet abonneren. Dankjewel. Heel fijn. Doei doei, tot de volgende video.